Duizenden apothekersassistenten verzamelen zich vandaag op het Malieveld in Den Haag. Ze eisen een hoger loon en betere werkomstandigheden. De afgelopen maanden zijn er al verschillende estafettestakingen geweest. Maar doordat het gewenste resultaat niet is bereikt, is er vandaag landelijk gestaakt. Vanmorgen verzamelden zich al ruim 160 apotheekmedewerkers uit de regio op de parkeerplaats in Beuningen om met verschillende bussen richting het Malieveld te gaan. De medewerkers geven aan dat hun loon achterblijft en dat daar verandering in moet komen. We lopen al een aantal jaren flink achter qua loonstijging. Op het moment zijn we zelfs 8% in koopkracht achteruit gegaan de laatste jaren door inflatie en doordat ons loon niet bijblijft. De looneis is nu 8% en de werkgevers bieden 2%. En de onderhandeling zit gewoon muurvast. Apothekersassistenten in ziekenhuizen ontvangen doorgaans een hoger loon omdat zij onder de CAO van ziekenhuizen vallen. Dit is ondanks het feit dat zij dezelfde opleiding en taken hebben als apothekersassistenten in reguliere apotheken die onder de CAO van apotheken vallen. Lonen liggen daar 5 tot 16% hoger dan de apothekersassistenten in de openbare apotheek. En dat kan wel oplopen tot zo'n €700 per maand verschil. Naast betere lonen hopen de apotheekmedewerkers ook op verbeterde werkomstandigheden. Sinds de invoering van het preferentiebeleid, waarbij zorgverzekeraars meestal alleen de goedkoopste medicatie vergoeden, ervaren assistenten steeds vaker onvrede bij patiënten aan de balie. Ja, wij moeten dat heel vaak vertellen, dat het zo is. Terwijl ja, dat is ook niet onze keus. Wij moeten dan weer zeggen, dan is er per 1 april weer een verandering en dan krijg je een ander merk geleverd. Ja, dat moet je dan uitleggen aan patiënten en dat is prima. Maar wij moeten ook opvangen dat patiënten daar echt absoluut soms helemaal niet blij mee zijn. En ook boos over zijn. En wij zijn die buffer die dat altijd moeten opvangen en die het verhaal van een zorgverzekeraar moeten vertellen. Door onder andere deze omstandigheden wordt werk in apotheken steeds minder aantrekkelijk. Dit merken ze ook aan het afnemende aantal studenten dat kiest voor de opleiding. Er is bijvoorbeeld bij het ROC in Nijmegen is de bolopleiding dit schooljaar niet gestart, omdat er te weinig aanmeldingen waren. Dus dat betekent dat er over een paar jaar gewoon helemaal geen studenten daar vandaan komen. Dus er komt niks op de arbeidsmarkt. En de eerste actie was al in Utrecht. Dat was op 1 juni in Utrecht. Toen stonden jullie met 1000 mensen. En vandaag staan we met duizenden mensen.